in het park ga kijken wat ze daar allemaal doen. Het was daar heel groot, zeggen ze. Dus ik ben wel eens heel benieuwd. En daar gaan we eens kijken. We gaan ondertussen ook even de sticker ondersteken, want dat is misschien wel gemakkelijker om te filmen. Dus we zijn vertrokken en we gaan eens kijken wat er allemaal te beleven valt. De markt, het park en zo dingen allemaal. Ik heb wel luchtig gekleed, want gisteren had ik het echt super warm. Dus ik dacht, vandaag gaan we gewoon wat minder aan doen. We zien het wel. Misschien koop ik ook nog iets op de markt, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we daar allemaal wel. Maar we gaan gewoon even gaan kijken. We zijn hier in het stadspark. En we gaan eens kijken wat er hier te beleven valt. Wanneer passeren. We kunnen misschien eerst naar de markt gaan. Dus, dat is het stadspark. Waar we nu lopen. Al van groen. Natuurlijk te zien. Van die vogels. Het is allemaal zo in die kraampjes. Heel rijk. Hier hebben ze een fietsparcours gemaakt. Allemaal hooi, stro. En dan kun je er tussen rijden. Wel mooi gemaakt eigenlijk. Dus het is, ik ga wel een beetje lager om, anders komt de kinderbeeld. Maar het is wel mooi gemaakt eigenlijk. Zo mooi. Er zijn allemaal kraampjes, daar kan je zo wat van alles eten, water krijgen, gratis wapen denk ik. Heb je ook allemaal kraampjes. Wat een beetje onder. Wat zout. Maar op mijn website hebben we workshops. Dat is veel te langer. Zo wat druk. Nee, ik zeg wel, ze filmen. Dat wel, maar we doen ons best. Ze hebben hier allemaal van alles, bloemen, echt alles. Verschillende kraampjes, maar ik wist niet helemaal zien, want er gewoon
te veel volk rond staat. En dan maakt het een beetje lastig om alles te laten zien. Plankjes. Kijk. Mooi, hè? Dichte bijenhuisjes, insectenhuisjes. Knap, hè? Hier heb je dan nog zo van die dingetjes. Zo'n mooie stoel. En dan heb je overal nog bloemen. Daar heb je bloemen. En daar heb je bloemen. Allemaal bloemen, bloemen, bloemen. Overal bloemen. Al mooie bloemen. Ik heb van oma vroeger nog gehad, die bloemen. Krijg me nog herinnering. Mijn hippie schaapjes. Dat is ook wel mooi. Zo'n een in de tuin van kikker. Dat is ook wel prachtig. Hier was springkastelen. We eens kijken wat ze hier appelsap hebben. Want appelsap was hier de vorige keer heel lekker. Dat is al lang geleden hier gekocht. Dus eens kijken. Samen tegen armoede staan hier ook. Er zitten ook heel veel mensen rond ons. Heel moeilijk om dat te kunnen zien. Dus van de Rijnhart, we gaan eens gaan kijken wat ze hier hebben. Interessant. Precies, ik heb ze allemaal vondeltjes van de Rijnhart. Het is gemaakt van oude dingen. Kijk, zo lekker ballons en zo. Ook zo mooi gemaakt. En lekker zakjes en zo. Prachtig. Zo kaarsjes en zo. Dat is allemaal mooi. Verschillende dingetjes. Zo mooi. En ik deze bloemetjes. Zo mooi. Wat was dit? Zo mooi. We zijn net even aan het kelpjes aan het wandelen eigenlijk. Het is wel leuk om te zien eigenlijk. Als we iemand vindt om te schminken, dan gaan we straks maar weer aan straks terug zo. Ja, maar niet eens kijken wat er ook nog alles te zien is. Daar is ook wel wat kraampjes om, dus ik ga er ook eens kijken. We gaan in het stadspark aan mee komen en dan gaan we eens kijken wat er allemaal te beleven valt. Valt er helemaal. Maar wel heel, heel leuke, toffe, leuke dingetjes gezien, dus dat is ook wel leuk, hè. Toen is het altijd kei mooi. Zo'n bloemetjes. Bloemetjes. Mooi zijn. Wow. Mooi groen. Daar hou ik van. En diertjes. Als het groter is dan haar, dan moet ze er nog van hebben. Wat een mooie auto. Dit is heel nieuwsgierig.
Daar hebben ze een springkasteel gezet. Mooi wel. Kijk, de fontein gaat aan. Wel mooi. Het is natuurlijk nog mooier als de zon erop schijnt, maar die schijnt er nu niet op nu. Dat is wel mooi. Ja. Dat is het. Prachtig, prachtig, prachtig. En dan krijg je echt, ik weet niet of je het kunt zien, maar dan krijg je echt van die regenboogkleuren erop. En dat is wel mooi. Zo, we gaan weer de klim maken. Maar ik heb dus vragen om even te wachten, want we dan een foto maken en we proberen dat hier mensen... Oké, dan brand. Als je een foto maken en normaal, als we foto maken zijn, dan is dat normaal. Dan gaan we gewoon een beetje rond, dat is maar klein. Dus altijd hebben ze altijd water in de vijfjes lopen. Dus, de eentjes zijn er nog niet. Dat was modder. Echt modder. Daar moeten ze gaan, maar goed. Dat wordt er een beetje bij als je in het park komt. Het heeft gisteren nog geregeld namelijk. Dus daarmee is het allemaal een beetje nat. Dat is niet erg. Totaal niet. Ik weet niet hoe laat het is, dus we moeten eens kijken. Als we op tijd zijn, kunnen we misschien nog niet met de huifkar. Net wel met de paardje en zo. Maar ik weet niet hoe laat het is precies, dus dan moet ik nog eens kijken. Want gisteren zit in deze mooie tas. Dus ik ga straks eens kijken. Maar ik denk ook niet dat het 5 uur kan zijn. Aangezien dat ik tegen 4,5, maar ik weet nooit. Dus, het was tot 5 uur, zou ik stappen hier. We hadden ook eerst kunnen doen ofzo, maar ik dacht, dat is misschien een beetje zot om het eerst te doen. Dat het dan weer te laat komt op de markt. Dus binnenkort gaan we trouwens ook nog een wandeling doen. Dat te maken met Rijn naar de Vos. Dat doen we de volgende keer. We hebben echt heel veel dingetjes te doen. Wel mooi. Het springkasteel en zo. Ik heb wel nog niets gevonden voor schminken wel op de markt, maar daar heb ik het niet gevraagd. Dus. Ja. Ja, maar ik heb wel wat. Dat is toch wel, dit is wat er zin is. Dus ik toch goede dingen. De drink te eten, denk ik. Wat we nog niet hebben gevonden is eigenlijk simpel appelsap. Appelsap koop vandaag en ik heb geen appelsap gevonden. Dus hier heb je de bijtjes. Buiten gewoon de bijtjes. Hier heb je de bijtjes. Kijk, de honing. Deze hier, waar komen ze? Doe maar. Dat zijn de bijtjes. Ja. Dit is meer dan we weten. Meer dan de wil van weten. We zijn lang ermee bezig, maar nooit geen tijd. Maar doe maar ook. Eigenlijk heb ik het meeste tijd gekregen in pensioen gedaan. Wel, maar ik ben er bijna. Dus mee, je moet. Ik heb altijd het idee gehad van, als ik iets doe, is dat. En ik kom hier toevallig u tegen. Ja. Nee, maar. Dat is echt fascinerend, dat is prachtig. Ja. Dus hier hang ik dus echt aan een boom. Ja, toch wel een klein beetje getrokken. Er was een hond die dacht, gewoon lustig gepasseerd en zo. Die viel aan. Maar toch wel een klein beetje geschrokken. Ja, je verwacht natuurlijk niet dat we de bijken zullen filmen, dat je zoiets gaat meemaken. Maar goed, ja, ik heb niet veel aan doen. Dus de hond dacht, ik ga dat wel doen. Maar ik kreeg gewoon dus weer een lief beetje geschrokken. Dat kan normaal wel een beetje zijn. Dus,
of zo. Dat zijn de ouders. En dat is de eerste babyboom, want daar heb je er nog. En dat zijn de ouders. Ze zijn al wat groot, ik weet niet of dat dingen is, maar ze zijn echt wel schattig. Hoi, hoi, hoi. Hopelijk vond jullie dit een leuke video. Zo ja, doe dan zeker een vinger omhoog. Ik vond het heel leuk eigenlijk. Het was echt gezellig. En ik hoop dat er nog veel meer activiteiten op het programma staan. Sowieso gaan we, als er activiteiten zijn, zo we nemen jullie mee. Zoals volgende week, als ik niet ziek ben, dan gaan we naar de zee. Naar de havenfeest. We duiken zo wel uit, ook terug hoe ik daar geraak. Maar ja, omdat er nu nog geen rechtstreeks trein rijdt. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik vond het fijn om jullie weer mee te kunnen nemen naar zo'n leuke activiteit. Dus tot ziens. En als er iets leuks te doen is, laat me dan zeker weten. En wie weet kom ik dan ook wel een keertje filmen.